Dit is Twente onderneemt vanuit Holland Casino in Enschede. Vandaag zijn mijn gasten Sabine Otting van InPerson en naast mij zitten Julian en Edwin van Aalderen van het Videogilde. Welkom in Twente onderneemt. Hoi. Het Videogilde is een productiebedrijf voor video en multimedia presentaties. Hadden jullie niet in Hilversum moeten zitten? Ja, eigenlijk niet. Hier mooier wonen dan in Hilversum. Maar naast wonen moet er ook gewerkt worden? Ja, eigenlijk we doen niet uitsluitend dingen voor televisie. We zijn nu wel op dit moment bezig met iets voor de VPRO. Alleen zie je dat je niet echt voor het werk wat wij doen afhankelijk bent van de locatie. Als in, we hebben opdrachten gedaan voor onder andere Lenny Kravitz. En dat was een opdracht wat in Amerika plaatsvond. En daar zijn we Enschede nooit voor uit geweest, zeg maar. Dus je kan werk gewoon online zetten. Okay. En ja, veel communicatie gaat via e-mail of via social media. En zodoende zijn we niet echt gebonden aan de regio voor het werk wat wij doen. Okay. We hebben van jullie bedrijf een bedrijfsimpressie gemaakt. En ik stel voor dat we daar eerst even naar gaan kijken. Okay. Welkom in onze studio van het Videogilde. Hierachter zie je onze apparatuur en een aantal dingen waar we nou mee bezig zijn. We zijn nu bezig eigenlijk om beelden uit te zoeken voor het maken van een nieuwe trailer voor onze website. We hebben onder andere voor Tactus verslavingszorg een aantal dingen gedaan voor Trebbe in samenwerking met Bureau Blink. Voor Siemens wat gedaan. Voor de opening van het Nanolab moeten we nog een montage afronden. En we zijn ondertussen bezig voor de VPRO met een aantal dingen. Je vertelde net dat jullie ook internationaal werken. Hoe kom je aan internationale klanten? We hebben zelf allebei een achtergrond in de kunstacademie. Mm-hmm. En ik zelf VJ al 13 jaar. Ik doe live visuals voor... VJ moet je even toelichten. Ja, je zou dat kunnen vergelijken met DJ. Zeg maar wat een DJ met platen doet. Of nou ja, tegenwoordig met de MP3's of iets van die strekking. Dat doe ik met video, met live beeld. Mm-hmm. Waarbij je zelfgemaakte animaties aan elkaar mixt. En dat wordt op grote schermen vertoond. En dat doe ik al 13 jaar en daar... ga ik de hele wereld mee over, zeg maar. Dus ik ben recentelijk nog naar Tokio geweest en Australië waarschijnlijk in februari, New York dit jaar. Zodoende reis ik wel veel en doe je daar ook veel contacten op. En zie je ook allerlei tendensen en nieuwe dingen die wij in ons eigen werk mee kunnen nemen, zeg maar. Dus je bent veel meer op de hoogte van bepaalde trends die er spelen, doordat je veel in het buitenland bent. Okay. Ook, jullie hebben onder andere de trailer van dit programma gemaakt, van Twente onderneemt. Ja. Op een gegeven moment krijg je daar een opdracht voor. Mm-hmm. Hoe werk je zoiets uit? Hoe kom je tot een mooi resultaat? Nou ja, de manier van werken is dat je in ieder geval met de klant gaat overleggen. Mm-hmm. Verzin een concept en overleg allemaal. Wat wil je? Wat wil je terugzien? Ja. Dan maak je uiteindelijk afspraken over. Dan ga je een storyboard maken. Dan overleg je nog een paar keer. En dan is het moment daar dat je de draaidag gaat hebben en gaat filmen. En uiteindelijk, waar ook bij onze kracht zit, is dan allereerst montage. Maar waar wij altijd extra tijd aan besteden, is ook de nabewerking en ook animatie en dat soort dingen. Het zijn vaak hele subtiele dingen die er voor ons voor zorgen dat het eruit ziet. Maar waar ligt wel jullie kracht, heb ik het idee. Dat die nabewerking en de effecten? Ja, nee, dat vinden wij wel de meerwaarde van wat wij doen. Het is echt het verschil tussen net wel of net niet. Ja, ik kan er ook vaak aan erger als iets net niet is. Ja. En ja, we hebben wel allebei, omdat we inderdaad ook een kunstacademie achtergrond hebben, een bepaald gevoel voor esthetica of dingen net anders zien dan dat anderen dat doen. En dat, nou, je hebt bijvoorbeeld als het voorbeeld, als je de making of van een film ziet bijvoorbeeld, waar ze een mooie scène filmen. Ja. Dat filmen ze dan backstage met een handycam of wat dan ook. En dan denk je van, nou, wordt dit spannend. En dan zie je op een gegeven moment het filmbeeld en dan denk je, oeh, ja, dat is toch wel indrukwekkend. Dus, dus dat verschil. Dat vind ik wel, dat is wel iets waar we echt veel aandacht op vestigen. Een van jullie producties, dat is geweest voor Spuit en Slikken van BNN. Klopt. Hoe ben je bij hun binnengekomen? Toevallig heb ik met Filemon op school gezeten. Kijk eens. Dus dat is gewoon een vriend van mij. Ja, uit het netwerk. Ja, kijk, en toen kwam er toevallig langs en die vraag werd bij ons neergelegd. En
ja, dat is natuurlijk ook wel leuk om dat te doen. En je sowieso maakt ook films vroeger? Ja, we zijn begonnen inderdaad met samen filmpjes maken. Dus zeg maar de eerste dingen die jij voor tv deed, leek ook best wel op de dingen die wij samen deden. Dat was gewoon de straat op met twee camera's. Waarom meer uit de hobby-sfeer? Nou ja, we zaten op school, dus ja. dat was gewoon een opdracht. Nou ja, opdrachtvrije opdracht. Zeg maar. Mm-hmm. En dat heeft uiteindelijk wel voor hem geleid tot wat hij nu doet. Dat plezier daarin. Maar het voordeel of het leuke van dingen voor tv doen vind ik dat je hebt een groot bereik. En dat is heel dankbaar. Want soms maak je ook wel eens een filmpje of wat dan ook voor een bedrijf. En nou ja, dat verdwijnt dan ergens intern of wat dan ook. Mm. Dus het voordeel van dingen voor tv doen is... Ja, dat je kan zeggen van kijk dinsdag maar om 9:45, dan weet je wat voor werk we maken. En dan is altijd wel leuk om te doen. Ja, en die maak je veel bedrijfsfilms, die komen op netwerken als YouTube. Ja. Wat voor bedrijven komen bij jullie om films te laten maken? Nou, op het moment zijn we bezig voor Trebbe. Dat is toevallig via Blink gegaan. Dat is een communicatie- en marketingbureau waar we vaker mee werken. Mm-hmm. Dus via die weg komen er vaak dingen binnen. En dus dan ben je meer onderaannemer in een bepaalde opdracht? Ja, maar we hebben ook wel directe klanten, ook dingen voor Tactus gedaan. Dus dat zit dan weer veel meer in de zorg- en verslavingshoek. Ja. Dus dan natuurlijk allemaal wel vanuit film en vanuit... En nu iets voor de VPRO dan, wat op stapel staat. Dus we hebben eigenlijk gewoon een heel divers aanbod aan klanten, zeg maar. Dus, dat maakt het ook spannend, denk ik. Ja, dat is absoluut het plezier ervan. Ja. Soms zijn dingen heel vrij. En soms ligt er gewoon een hele concrete vraag van, kunnen jullie dat maken, dan, et cetera. Okay. En die combinatie is leuk. Ja. Of totale vrijheid, of... Of dat iemand zegt, we willen specifiek iets hebben wat precies hierop lijkt. Ja. En goed, dat je zoveel ervaring in hebt, dat je zoiets kan vormgeven zoals iemand dat precies wil. Maar het is inderdaad de diversiteit, en het is plezier. Wat ook spannend is, dat is de 5 quizvragen die we met de gast doen. Ja. Paul van Holland Casino. Dag Paul. Jullie 15 chips. Ik stel 5 vragen. Ja. Mijn goed antwoord wordt de inzet verdubbeld. Mijn fout antwoord ben je het uiteraard kwijt. Okay. Eerste vraag gaat over camcorders. Mm-hmm. Belangrijk onderdeel van jullie. De vraag is, welk bedrijf maakte de eerste camcorder? Maar daar mag je eerst op inzetten. All in. JVC. Nee, grapje. Ik zou zeggen... Zullen we 5 doen? Ja, je krijgt 3 antwoorden. Zet er 5 in. Oké, zet ze maar neer. Okay. Ja. Is dat Kodak, JVC of Sony? Ik zou zeggen dat de camcorder van Sony is. Ik zit ook tussen Sony en JVC. Ja, alleen Kodak is het zeker niet. Dus, dat vind ik wel een mooie. Ik hoop Sony, laat ik zo zeggen. Het is Kodak, want die maakte in 1985 de eerste camcorder. Ja. Notabene nog een Maar goed dat je niet al in bent. Inderdaad. Over Enschede gesproken, daar gaat de volgende vraag over. Mm-hmm. De stad Enschede, dus daar mag je ook op inzetten. 1. Zet maar wat in. Een derde. Ja. Paul, een derde. De vraag is, wanneer kreeg Enschede stadsrechten? In welk jaar? Is dat in 1119, in 1325 of in 1462? Nou, wij zijn wel geïnteresseerd in de geschiedenis van Enschede. Ja, jullie zijn echt de Enschede. Van oude Enschede. Nou, ik ben stiekem in Hengelo geboren, maar ik ben wel echt de Twentenaar stiekem. Ja. Maar wel een interesse in historische Enschede. Dus maar ik denk 1325. Ik denk het ook, is dat na de stadsbrand? Na de tweede of de eerste? Er waren er... 3 volgens mij in de middeleeuwen. Doe die maar. Ja, ik zal meteen zeggen dat het goed is. Het is inderdaad 1325. Okay. Vind ik heel knap. Ik weet niet of ik dat goed zou hebben. Gaan we naar de publieke omroepen in Nederland. Weer terug natuurlijk. Ja, je zit weer terug. Ja. Publieke omroepen, daar gaat de vraag over. Daar mag je op inzetten. Ja. Want jullie werken nog wel eens voor publieke omroepen? Komt voor. Zullen we de helft doen? Ja, de helft. De helft? Ja. Oké, hoeveel publieke omroepen zijn er in Nederland? Zijn dat er 20, 21 of 22? Het zit ook echt dicht bij elkaar. Heel dicht bij elkaar. Ja. Niet te makkelijk, maar. Er zijn er weer een paar afgevallen, geloof ik. Ja. Gaan we voor de middenmoot? Ja. 21? Ik zeg 22. Dan gaan we voor 22. Ik zeg 20. Aha. Dat is helaas. Volgens zijn voor jou. Hmm. Vierde vraag. We hadden het over spuiten en slikken, over BNN. Ja. Dus de vraag gaat ook over BNN. En daar mag je ook op inzetten. Ik zal nog niet alles doen, want ik kom nog een vraag 5. 2. Ja, doe eens. En de vraag is, in welk jaar werd BNN een publieke omroep? Was het in 93, in 95 of in 98? Ik denk dat het 93 is. Ik denk 95. Ja, zou het? Ja, dat zou wel eens kunnen. Ja. Toen officieel werd. Ja, 95. Het is 1998, voordat ze echt een publieke omroep werden. Kijk.
Dus goed dat je niet hebt alles in. Nee, zeker. Kan nog in vraag 5. Oké. Okay. En dat gaat over techniek. Ik volg jullie op Twitter, het Videogilde. Altijd wat technische weetjes en vraagjes. Ja. Er komt een hele leuke vraag. Dat gaat over de snelste camera ter wereld. Okay. Oh ja, dat weet ik al. Mag je op inzetten. Alles. Alles, ja. All in. Oké. Okay. Dus de vraag is, hoeveel beeldjes per seconde kan de snelste camera ter wereld 25 miljoen. Want toevallig waren wij deze week op de UT, waar ze met die camera aan het werken. Ja, geweldig. Ik las jullie tweet en ik vond het ook een geweldig iets. Ja. Die camera heet, dan weet je ook hoe die heet. De Brandaris 128. Ja. Ja, fantastisch. Dus toch weer geld teruggewonnen. Wat is de stand, Paul? 12. Kijk. Niet de beste, maar ook niet de slechtste. Hey. Achteraf toch goed gespeeld. Ik vond het een interessant gesprek. Ja. Bedankt dat je mijn gast was. Graag gedaan. Heel veel succes met het Videogilde. Dank u wel. Okay, tot ziens. Voordat ik ga praten met Sabine Otting van InPerson, gaan we eerst naar Leon Pierik voor de ondernemerstips. Dankjewel Peter. Vandaag zit ik met Roy Spit van Credits. En Roy, we hebben het al gehad over microfinancieringen, zoals dat genoemd moet worden. Waarom en hoe? Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ondernemer en ik kom bij jullie binnen en ik zeg, ik wil graag een financiering. En dan, hoe gaat het in zijn werk? We gaan er allereerst vanuit dat je een plan hebt, dat je over je bedrijf hebt nagedacht. Of op het moment dat je een bestaande onderneming bent, dat je de stukken hebt, waaronder bijvoorbeeld een jaarrapport of een IB-aangifte. Maar dat staat uitgebreid op de site. Als je starter bent, welke documenten je moet insturen. En als je een bestaande ondernemer bent, welke stukken je dan in moet sturen. Dus je moet op voorhand al stukken insturen? Ja, wij zijn volledig web-based. Via het internet, via de website, dien je een aanvraag in. Hoewel er ook aanvragen gewoon per post binnenkomen, dat kan. Maar het liefst hebben we dat mensen digitaal hun stukken insturen. En voor de grootste groep, de starters, die bij ons een aanvraag indienen. Dus ik ga ervan uit dat je dan een startende ondernemer bent. Begint het met een ondernemingsplan dat je via de website bij ons moet insturen. En dat is ook echt verplicht. Ik kan niet zeggen van, ik heb een heel goed idee en ik wil eens met jullie daarover praten. Je moet echt direct al een ondernemersplan hebben? Ja. Ja, op het moment dat wij als kredietverstrekker met je een afspraak gaan maken, dan gaan we ervan uit dat je al over je plan hebt nagedacht en dat je dat ook zeg maar hebt uitgewerkt. Ben je zeg maar nog niet in staat om een ondernemingsplan goed op papier te krijgen, dan verwijzen we opnieuw terug naar een van de microfinancieringspunten in Nederland. Zoals het ROZ. Ja. Ja, via de website eigenbaas.nl kun je postcode intoetsen. En dan krijg je eigenlijk je dichtstbijzijnde steunpunt waar je naartoe kunt gaan om je te laten assisteren bij het schrijven van je plan. Oké, dus je komt nog niet zozeer bij jullie om te oriënteren van wat zijn de mogelijkheden, wat kan ik. Je moet al wel eerst hebben nagedacht over je bedrijfsplan. Maar goed, dan heb ik dat, stel ik heb dat dus wel gedaan en dan lever ik dat bij jullie in. En wat gaan jullie dan vervolgens doen? Ja, dan een collega van mij, van het hoofdkantoor in Almelo, die zet die aanvraag dan door naar een van onze bedrijfsadviseurs. En een van onze belangrijkste waarden is dat wij de ondernemer thuis bezoeken. Of op de zaak of thuis, om dat plan dat is ingediend, waar jij zeg maar voor wil gaan, thuis in jouw eigen omgeving te bespreken. Zowel op de sterke punten als op de zwakke punten in het plan. Zodat we een totaalbeeld krijgen, geldt ook voor je privé situatie. Het is belangrijk dat we een totaalbeeld krijgen van de ondernemer. En daarom ook thuis? Ja. Klinkt voor mij heel gek. Is daar echt een specifieke reden voor? Ja, we vinden het heel belangrijk om de ondernemer in zijn eigen omgeving te zien. En ook te zien van ja, hoe woont hij? Maar ook de mening van de partner is belangrijk. Het ondernemingsplan is één. En je kunt een heel goed ondernemingsplan schrijven met alles erop en eraan. Maar we vinden het even belangrijk dat je, net zo belangrijk moet ik eigenlijk zeggen, hoe je thuissituatie is, hoe je privé situatie is. En de beste indruk daarvan krijgen we toch bij iemand thuis. Oké, nou dat is mij helemaal duidelijk. Ik denk dat iemand zich dan ook veel prettiger voelt misschien en makkelijker spreekt. En dan hebben we dat gesprek gehad. En zeggen jullie dan groen licht of wordt er nog op meerdere punten gekeken? Na meerdere punten? Nou, de bedrijfsadviseur die neemt al die informatie mee. Die zal nooit aan het einde van zo'n gesprek zeggen, u krijgt het krediet wel of u krijgt het krediet niet. Die neemt al die informatie tot zich. Gaat daarmee aan de slag. Schrijft daar een verkorte rapportage. Die gaat naar onze riskmanager. Wij hanteren het zogenaamde vier ogen principe. Dat betekent dat er altijd nog iemand kijkt naar het plan of naar de aanvraag zoals die door de bedrijfsadviseur wordt ingediend bij onze riskmanager. Oké, en dan als die ook zegt het mag, dan krijg je de financiering. Ja, dat traject, want het lijkt alsof dat traject heel lang duurt, maar dat valt reuze mee. Okay. Want een aanvraag is online indienen, dus die kan eigenlijk binnen, op het moment dat je een plan hebt, ligt die aanvraag binnen 10 minuten ligt die bij ons. Dan eigenlijk zit de meeste vertraging in het feit dat er een afspraak gemaakt moet worden bij de ondernemer thuis.
Maar het hele traject van afsluiten tot uitboeken duurt ongeveer 3 weken. Oh, dus dat is eigenlijk nogal vrij snel. Dus na 3 weken kun je eigenlijk al beschikking hebben over je krediet? Ja, op het moment dat je dus binnengekomen bent met een plan op basis waarvan wij een beoordeling kunnen doen. Oké. Nou Roy, dankjewel. Dat is me helemaal duidelijk. Volgende week wil ik graag nog heel veel verder met je praten. En wij gaan kijken naar een filmpje van Holland Casino achter de schermen. Onder andere doen wij elke dag spookcontroles. Wij kijken live mee, we kijken terug als er problemen aan de speeltafel zijn geweest. Claimgeschillen, mensen die aangeven van, dat de inzet van hun is geweest. Dan gaan wij de beelden terugkijken. We kijken heel veel live mee. Zoals op dit moment kijken we ook live alle spellen binnen Holland Casino Enschede mee. Nou, wat ik even zo wat heel vaak voorkomt en wat erg, gewoon heel erg leuk is voor de gasten, is met name het feit dat, dat noemen wij sleepers, mensen die wat gewonnen hebben, die vervolgens de inzet niet hebben opgeëist. Hè. Dus ik doe de laatste draai, ik denk nog, ik probeer nog 1 keer dat tientje op die tafel te spelen. En het getal valt vervolgens, maar die mensen zijn in de haast of zijn gewoon naar huis toe gegaan. En dan de dag erop of een week erna of soms een half jaar na die tijd komen ze weer in het casino en dan zeggen ze, dan moeten ze even wachten bij de receptie en dan vragen ze vaak van, goh, waar is dit voor? En is het vaak heel onwetend en dan leggen wij uit dat ze bij het laatste bezoek van het Holland Casino in Enschede dat toch nog winst hebben behaald. Nou, en dat is altijd heel erg verheugend voor de mensen en zijn ze heel erg, heel attent vinden ze dat wij dat dan vervolgens gedaan hebben. Dus het leuke waarom ik hier graag wil werken is het feit dat wij onderzoeken doen, dat wij een afdeling zijn die toch heel veel self-supporting zijn. Wij kunnen onze eigen invulling aan het werk geven. Wij hebben zowel de horeca, we hebben de speelautomaten, we hebben de spellen aan tafel, en we doen onderzoeken, gasten, preventief kansspelbeleid. We hebben een heel breed scala, eigenlijk alles binnen Holland Casino, van BHV tot het veiligheidsaspect van, ik zeg altijd maar dat de vlaggenmast niet naar beneden valt, tot aan beneden het parkeergarage. Dat daar alles wat ertussen zit, zowel de mensen, de gebouwen, de gasten die er natuurlijk komen, de medewerkers die hier werken, dat de veiligheid, daar zijn we voor verantwoordelijk. En het is altijd heel erg leuk dat er weer een dag voorbij gaat dat zonder noemenswaardige problemen is afgelopen. Dus dat motiveert heel erg om te doen. Inmiddels zit ik aan tafel bij Sabine Otting van uitzendbureau InPerson. Sabine, welkom bij Twente Onderneemt. Ja, dankjewel. InPerson is een uitzendbureau tussen veel grote multinationals in Nederland. Waarom zou ik als ondernemer bij jullie aankloppen? De ondernemer en daarmee ook de inlener van de uitzendkrachten die bij ons aanklopt, die krijgt te maken in ons bedrijf met eigen ondernemers. De mensen bij ons op vestigingen worden gedreven door een stuk ondernemerschap. Past ook heel goed in onze kernwaarden, persoonlijk, deskundig, oplossingsgericht. En vooral het oplossingsgerichte is denk ik het stukje waar we onze meerwaarde in bieden. Oké. Voordat we verder praten, stel ik voor dat we even naar een bedrijfsimpressie gaan kijken die we bij jullie bij InPerson hebben opgenomen. Ja, prima. Welkom bij InPerson. Jullie zijn vandaag de gast bij ons op het hoofdkantoor. InPerson staat voor werk. Wij zijn een uitzendbureau. En we bemiddelen in verschillende segmenten. Dat wil zeggen, je kunt bij ons aan het werk als secretaresse, commercieel, horeca, techniek, bouw, maar ook de werkvloer. En die gaan we zo even bekijken. Dus ik stel voor dat we de jas aandoen en dat we even een kijkje gaan nemen op de vloer. Gaan jullie mee? Vind je het leuk dat je bekende deel? Ja, zeker wel. Hè? Ja? Ja, ja. Nou, heel goed, mooi om te horen. Sabine, je noemde net een van onze kernwaarden, of een aantal kernwaarden, deskundig en persoonlijk. Waar blijkt dat uit? De kernwaarden hebben we zelf vastgesteld. Dus ze zijn niet door externen bedacht, maar ze zijn door ons eigen personeel en door klanten van ons vastgesteld.
En het leuke is dat wij met onze klant in een situatie zitten. Het kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn waar per dag 80 uitzendkrachten werkzaam zijn. Er hoort heel veel administratie bij om een correcte loonstrook en een correcte factuur te maken. En als het te veel tijd kost en te veel handmatige handelingen, gaan we op zoek naar een goede oplossing. En dan zijn er dus mensen bij ons die, wij noemen het wel eens met drie oren luisteren. Die kunnen met drie oren luisteren en die vinden dan in een concept wat door NEDAP in Groenlo ontwikkeld is, vinden zij een prachtig item om uren digitaal online te registreren. En dat zorgt dan weer voor een stuk gemak. Dus het is weer een extra oplossing die wij in het veld, zeg maar, in ons werkveld bedenken met de mensen en met de klant samen. Het werkveld, hè? Wat is jullie werkveld of je werkgebied? Is dat Twente? Is het daarbuiten? We zijn ontstaan in Twente. Ik werk er nu zelf bijna 17 jaar en ik heb ook echt een Twents hart wat dat betreft voor ons bedrijf. En het leuke is wel dat we inmiddels redelijk landelijke dekking hebben. Dus we gaan IJmuiden, Zaandam, Den Haag, we zitten goed in het westen van het land. Ook met vestigingen? Ja, met vestigingen en met relaties van ons. En we zijn wel hier ontstaan. Het hoofdkantoor staat ook in Enschede. Mm-hmm. Maar inmiddels mogen wij onszelf met een aantal vestigingen in het buitenland en in Nederland, mogen we ons toch ook een landelijke speler noemen. Het over getallen gaan hebben. Hoeveel medewerkers heb je en hoeveel mensen zenden jullie uit? Hoeveel mensen wij uitzenden, dat gaat denk ik naar de 2000 per dag per week. Die werkzaam zijn voor ons. Er zijn natuurlijk klanten met een heel grillig patroon. Bijvoorbeeld PostNL is een relatie van ons. Krijgen we zometeen het kerstproject. Dat is echt de K&J-periode. En binnen ons bedrijf weten we ook dat een aantal andere mensen zitten in een low season. Dat wordt het wat rustiger. Mm-hmm. En nou, dan ga je inzetten bijvoorbeeld voor de kerstperiode om daar een piek aan uitzendkrachten te handelen. Ja, je hebt veel te maken met seizoense arbeid. Ja, ja. En wat zijn typische bedrijfstakken die mensen bij jullie inhuren? Ik denk dat het uitzenden bij InPerson dat zich op dit moment kenmerkt door een beetje de specialisatie in-house. Dat betekent grote aantallen aankunnen bij een klant. Mm-hmm. En dan zitten onze eigen intercedenten, dus mijn collega's, zitten ook niet op een AE-locatie in de stad, maar zitten bij de klant in het gebouw. En we hebben, denk ik, het segment industrie, productie, warehouse, een beetje naar die foodkant. Daar zijn we goed vertegenwoordigd. Kun je een voorbeeld noemen van bedrijven in Twente waar jullie veel Een leuk voorbeeld is Cannondale. Het heet van inmiddels van de fietsen inderdaad in Oldenzaal. En daar werken we al jarenlang mee samen. Maar ook bijvoorbeeld al 10 jaar lang bij Chardin. Dus afgelopen zomer heeft Chardin het onderdeel van oude Hartman overgenomen in Enschede. En die samenwerking wordt ook voortgezet. Maar daarnaast hebben we ook de klanten in Haaksbergen en in Enschede en in Hengelo. Weet je, ook MKB en de bedrijven waar 100 plus aan het werk is. Oké. Okay. Zijn wat lastige economische tijden. Is er nou goed voor jullie? Wordt er dan meer uitzendkracht ingehuurd? Of merk je ook dat gewoon onder druk staat? Nou, het is een tijd natuurlijk wat voorzichtiger geweest. Maar we merken wel dat klanten zich concentreren op, zullen de kosten flexibel houden. Mm-hmm. Dus dat biedt weer kansen voor ons als uitzendbureau. Ja, dus een crisis is niet altijd negatief voor jullie? Nee, zeker niet. Okay. Nee. Vast onderdeel van het programma is een aantal quizvragen. Mm-hmm. Er komt Paul van Holland Casino bij. Dag. Paul, die geeft je 15 chips. Ook een vraag mag je inzetten. En bij een goed antwoord dan wordt het verdubbeld, de Paul. En anders ben je ze kwijt natuurlijk. Mm-hmm. De eerste vraag, die gaat over uit recent onderzoek bleek dat een groot deel van de uitzendorganisaties gehoor geeft aan een discriminerend verzoek. Hoe hoog is dat percentage? Mag je eerst op inzetten. Dus je mag een aantal chips inzetten en dat gaat dan om een discriminerend verzoek. Mensen die ze aangeven. Ja, ik heb de bullet gelezen. Dat is een actueel onderwerp. Heb je daarmee te maken? Het gebeurt. Mm-hmm. En, maar hoe gaan jullie daarmee om? Ik vind het de kunst om het om te draaien. Ja. Weet je, wij proberen objectief waarneembare selectiecriteria, of aannamecriteria en selectiecriteria vast te stellen. Het is denk ik veel belangrijker om met die inlener in gesprek te gaan of de functie relevant is. Ja. Het kan in sommige functies relevant zijn, hè? Lengte, gewicht, omvang, vaardigheid. Ja. Dus soms is het relevant. Nou, als het relevant is, dan is het een hard selectiecriteria. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar discriminatie op het gebied van huidskleur en dergelijke,
ik vind dat in de uitzendbranche moet je je daarvan distancieren. Oké. Okay. Hoeveel denk je dat, hoeveel organisaties daar wel aan meewerken qua percentage? Dan mag je eerst op inzet. Een aantal chips kiezen. Ik kies 1/3 van mijn chips. 1/3, dat is een forse inzet. Is dat 49%, 64% of 77%? B. Het is C, het is 77%. Dat is inderdaad schrikbaar. Erger hoog. Dan ik had gedacht. Ja. Dus dat is een aandachtspunt. We gaan naar de regio Twente, daar ga ik iets over vragen. Mm-hmm. Want daar opereer je toch voornamelijk. Ja. Mag je op inzetten? Voordat ik de vraag stel. Ja, ik ga nou maar weer voor 1/3. Ja, op die manier kun je 3 vragen beantwoorden. Ja. In de regio Twente, je telt meer dan 45.000 bedrijven. Mm-hmm. Hoe groot is de werkgelegenheid in Twente? Dan krijg je 3 mogelijke antwoorden. Is dat 300.000, 330.000 of 400.000 arbeidsplaatsen? Heb je enig idee van? Ik zie dat je moet gaan gokken volgens mij. Ja, dus, ik kan dit denk ik niet meer veranderen. Helaas. Ik heb risico. Ik ga voor antwoord A. Antwoord A is goed. 300.000 banen in Nederland. Dus, nou, in ieder geval weer terug bij het begin. Dus terug bij het begin. Dat is niet slecht. In Nederland werken veel mensen via een uitzendorganisatie. Mm-hmm. En daar ga ik een vraag over stellen. En dan mag je hem eerst op inzetten. En iets zeg maar dat je weer een 1/3 in gaat zetten. Nou, zal ik even zorgen dat je dat dan... Ik ga denk ik 1/3 min 1 inzetten. Oké. Dus hoeveel mensen werken dus via een uitzendorganisatie? Zijn dat 629.000, 734.000 of 985.000? Oh, ik heb deze ooit zelf gesteld, deze vraag. In een zou je het antwoord moeten weten? Ja, maar in een eigen training die we gaven. Wil je nog 1 keer beginnen met A? 629.000, 734.000 of 985.000? C. Het is B, 734.000 mensen. Het is een fors aantal. Ja, daarom ging ik ook voor C, want ik denk dat het blijft... Maar volgens mij had je andersom ingezet, hè? Nee. Oké. Okay. Nee. Okay. Dat zou ik toch alles kwijt zijn. Had jij beter opgelet. Nog een vraag over de regio Twente. Mm-hmm. Mag je eerst op inzetten? Nou, deze zet ik in, deze bewaar ik. Oké, goed dat je erbij zit. Hoeveel gemeenten kent de regio Twente? Zijn dat er 12, 13 of 14? De regio Twente? Ja, want je bent al 17 jaar bezig in Twente, zei je net. Ja, ik zit iets te veel op het asfalt in het midden van het land. Twente. Antwoord B. Het is C, 14 gemeentes in Twente. Mm. Die vormen de regio Twente. Ik ga ze niet allemaal noemen. Maar ik ken ze wel. Mm-hmm. Laatste vraag gaat over arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Ja. Heb je daar last van? Of mee te nee, maken? Nee, veel meer te maken. Ja? Ja, het is een enorme kans die wij inzetten in ons bedrijf. En ik denk dat wij zo'n jaar of 10 geleden zijn begonnen met een eigen vestiging in Polen. Mm-hmm. 2 eigen vestigingen. We hebben een eigen Duitse vestiging, juist hier in Twente, hè, langs de grensstreek. We zitten nu in Notton in Ahaus. Ja. En Inpersen is ook gecertificeerd, ook juist voor het huisvesten van die mensen. Er gaat heel veel aandacht van ons facilitaire bedrijf naartoe. Eigenlijk is dat heel veel in het nieuws dat nog wel een slechte... Het gebeurt, ja. Ik heb ook soms echt, we hebben een aantal jaren geleden ook in de tuinbouw uitgezonden. Mm-hmm. En wat je daar soms ervaarde, nou, daarvan hebben wij gezegd... Inpersen, je bent een medewerker bij ons. Hoe zou je zelf behandeld willen worden als jij in Frankrijk gaat druiven plukken? Ja. Nou, dan zou ik gewoon een nette omgeving willen wonen en werken. En dat faciliteren we ook voor de uitzendkracht. En daar zijn jullie ook voor? Ja, zijn we ook voor gecertificeerd. Oké, de vraag. Hoeveel arbeidsmigranten uit Oost-Europa werken er in Nederland? En daar mag je op inzetten? Dus de laatste vraag. Je kunt, ik weet zelfs dat minister Donner, dat hij zelfs de Nederlandse taalkursus was vanochtend op het nieuws. Die wil de Nederlandse taalkursus zelfs inzetten voor mensen die langer dan 3 maanden in Nederland zijn. Dus ik ga al mijn chips inzetten, dat was alles of niks. 200.000, 300.000 of 400.000? 400.000. 200.000 uit Oost-Europa. Niet meer dan dat? Nou, ik vind het nog een fors aantal, moet ik zeggen. Ja, maar zet het dus af tegen het aantal werkende Nederlanders. Ja, dat is ook weer zo. Ja. Okay. Maar we zijn wel aan het einde van het spel. Volgens mij ben je beter in uitzenden dan in gokken. Ja, nou kijk. Die houden we er ook in. Ja, vond een interessant gesprek. Leuk. En bedankt dat je mijn gast was. Dankjewel. Goed. Dankjewel. Dit is alweer het einde van deze aflevering van Twente Onderneemt. Deze aflevering kunt u terugvinden op onze website twenteonderneemt.tv. En we zien u graag volgende week terug voor een nieuwe aflevering.